Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een gebied met wat meer bewolking over Nederland. In het noorden van het land breekt de bewolking al wat. In het midden en zuiden zou nog een spatje motregen kunnen vallen. Maar dat verdwijnt snel. Het is hier en daar wel wat nevelig in de ochtend, maar de zon breekt geleidelijk ook af en toe door. De wind is over het algemeen matig en waait uit het noordoosten. Temperaturen in de ochtend oplopend naar 13 graden. En vanmiddag wordt het 16 tot 18 graden. Met wat meer ruimte voor de zon hier en daar. Ook nog wel wolkenvelden die hardnekkig zijn. Maar neerslag is dan niet meer aan de orde. De wind blijft noordoosten ook vanavond en vannacht. Temperaturen dalen in de avond naar een graad of 14. En het wolkendek breekt wat vaker. Met dus wat meer opklaringen in de nacht. Morgen ook regelmatig de zon met 14 tot 18 graden blijft het aan de zachte kant en de wind waait nog steeds uit het noordoosten. Kans op neerslag is nihil en dat geldt ook voor het weekeinde met zaterdag wat meer wolkenvelden dan de zondag en zondag dus ook net iets hogere temperaturen. Zaterdag gemiddeld zo'n 16 graden en zondag een graad of 17. De wind is zaterdag variabel en zondag wordt de wind zuidwest. In de loop van maandag komt er wat meer bewolking en gaan de temperaturen wat omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl